Goedendag. Mijn naam is Anna Maria Elisabeth van Leut tot Wissen. Ik leefde van 1605 tot 1631. Ik werd slechts 26 jaar. In 1627 trouwde ik met Adriaan van Hoensbroek. Adriaan is heel oud geworden. Hier de grote zaal van kasteel Hoensbroek. Aan de muren van ons kasteel hangen vele schilderijen. Maar vaak rond middernacht komen de personen die erop staan tot leven. We komen dan in de grote zaal bij elkaar. Wij beluisteren muziek. Wij vertellen elkaar verhalen. Soms nodigen we ook personen uit voor een lezing. Ik mag u dat eigenlijk niet vertellen, maar doe het toch. Hier waar ik overdag verblijf. In juni 1877 hebben wij Egidius Slangen uitgenodigd voor een lezing. Wij hadden vernomen dat hij twee vriendenalbums in zijn bezit had. Een vriendenalbum is een soort poesiealbum. Maar bij adellijke dames zijn ze erg mooi, men noemt ze dan ook wel vriendenalbum of liber amicorum. Het eerste album betreft het vriendenalbum van Clara van Beers. Dit album kwam tot stand in de periode 1588 tot 1607. Het andere album betreft het vriendenalbum van Margaretha van Duivenvoorde, gezegd Wassenaar. Zij leefde van 1593 tot 1660. Slangen heeft met veel enthousiasme de lezing gegeven. De beide vriendenalbums had hij meegenomen. Ik heb hem geadviseerd om over die vriendenalbums een boekje samen te stellen. Dat heeft hij gedaan en over dit boekje wil ik u iets vertellen. Hier ziet u het voorblad, het is geschreven in juni 1877. De eerste bladzijde van het 16 pagina's dikke boekwerkje. Aan het album van Clara van Beers besteedt Egidius minder aandacht dan aan het album van Margaretha van Duivenvoorde. Hij beschrijft de heraldische wapens, die erin voorkomen. En hij vermeldt de namen van de edelen die er iets in geschreven hebben. Pagina 13. Egidius selecteert allerlei kleine goede wensen, hij sluit af met een lied, dat in de kern erom gaat: dat de schrijver van het lied heel veel zaken onverschillig zijn. Maar, dat hem de onschuld van Margaretha absoluut niet onverschillig laat. De laatste pagina met het slot van het lied. Slangen had natuurlijk niet de middelen die tegenwoordig beschikbaar zijn om een boekwerkje te maken over vriendenalbums. Tegenwoordig zou men gedeeltes uit de vriendenalbums in kleur opnemen. De vriendenalbums worden tegenwoordig zeker bestudeerd. Er komt veel kennis en kunde bij kijken. Slangen beschikte daar zeker over. Uit het feit dat Slangen er een boekje over schrijft Weten we ook, welke zaken Slangen mooi vond. Hij wilde ze aan de wereld laten zien. Op een detail van een schilderij in ons kasteel is het kasteel Hoensbroek mooi te zien. U kijkt door de benen van een paard waar een lid van de familie Hoensbroek op zit. Nu enige bijdrage. Ik heb Clara van Beers, Margaretha van Duivenvoorde en Egidius Slangen gevraagd, om een bijdrage te leveren. Zij hebben dat gedaan. Ik laat eerst Clara aan het woord. Aan haar album besteedt Slangen de minste aandacht. Hij noemt het overigens een fijn, klein, kwartijntje. Mijn naam is Clara van Beers. Ik werd geboren rond 1568 als dochter van Jonker Matthijs van Beers en Margaretha van Meerwijk. In 1626 leef ik nog, inmiddels 58 jaar oud. Alles wijst erop dat ik ongehuwd ben gebleven. Ik wil u van mijn album iets vertellen en laten zien. Mijn Lieber Amicorum of Vriendenalbum kwam tot stand in de periode 1588 tot 1607. Het staat vol van Nederlandse chansons, inscripties, gedichten. Amoureuze liederen en geschilderde wapens. Dit is de voorkant van het album. Het album is vrij dik en zwaar, zoals u ziet. Het was in 1877 in het bezit van Egidius Lange, die destijds in het mooie Hoensbroek burgemeester was. Het is nu in de Koninklijke Bibliotheek. Twee gedichten van Marije de Stemborg, boven staat, en kwam na leiden, geen verblijden. Zo waren Leiden groot verdriet. Maar na Leiden komt verblijden, daarom en acht ik Leiden niet. Beneden staat nog een Nederlands gedicht. Let op de mooie tekening linksboven uit 1600. Voorafgaand aan de amoureuze liederen staat deze tekening. Uit het jaar 1587. Ze staan vooraan in mijn album. Liefde overwint alles. Het wapen is van Johannes A. Weijen. Het is gedateerd op de laatste dag in januari van het jaar 1600. Mijn eigen wapen. De spreuk links betekent, eer boven bezit. Niets zonder God. Het wapen van Godefroy van Steenhuis uit 1591. Het wapen van Herman Valkenaar. Liefde en geloof is de spreuk. Ik sluit af met een gedeelte van een Frans chanson. Er staan er vele in. Let vooral op de dikte van het album dat nu goed te zien is. Ik hoop dat u het interessant vond. Nu gaan we het album van Margaretha nader bekijken. U ziet hier de voorkant met in gouden letters haar naam. Op de achterkant staat dat eer boven rijkdom gaat. Het devies van Margaretha. Het jaartal is 1609. Dit zijn uitspraken die Slangen zeer bewondert. Dit soort zinspreuken komen vaak voor in de albums. Hij schrijft ook dat haar goede hoedanigheden op meerdere plaatsen in het album geroemd worden. Nu laat ik aan het woord Egidius Slangen. Hij zal een aantal heraldische wapens uit het album van Margareta bespreken. Hij was, zoals bekend, in dat thema altijd zeer geïnteresseerd en wist er veel van. Vervolgens komt Margaretha aan het woord. Zij spreekt enkel Frans. In het boekwerkje van Slangen zijn de tien coupletten opgenomen van een Frans lied over de onverschilligheden van het Hof. Margaretha zal het eerste en laatste couplet voorlezen. Ik wil u wat vertellen over een tweetal liedboeken die ik heb. Wat ons bij het ombladeren het eerst in het oog valt, is het wapen der familie van Duvevoerde, vrij getekend en gekleurd, met nog vier nevenwapens of kwartieren, namelijk Duvevoorde en Valkenaar, Egmond en Boetbergen. Het wapen der Duvenvoorde verbeeldt drie wassende manen. Van Sabel op goud. Het geslacht van Wassenaar, waaruit dat van Duvevoerde evenals die van Polane en van Groeneveld schijnen gesproten te zijn, voerde dezelfde drie manen, doch in andere e-mail. Dan volgt het wapenschild van Amstel, even als het vorige met vier nevenkwartieren als amstel en voerst, Utening en Gent. Amstel voert op sabel vier balken van goud, waarover een Andreas kruis geschekeerd van keel en zilver. Op den helm twee armen van sabel en goud, houdende een krans van acht rozen van keel en zilver, waartussen de spreuk: spes en ea Christus. Verder staat het wapen van Mevert verbeeldende, op een veld van azuur. Twee rechtstaande flerken van zilver die op den helm wederhaald zijn. De kwartieren zijn: Mevert en Voorststaal en Gent. Voorts het wapen van Hendrik van Gent, voerende in zilveren velden een dwarsbalk van keel, waarop vier Andreas kruisen van goud, op de helm een hond van zilver. Tussen de zinspreuk: Per ardua virtus. Beneden. Onder het schild vermeldt Hendrik van Gent in het Spaans dat hij dit geschreven heeft ter herinnering aan Margaretha van Duivenvoorde. Het mooiste kasteel. Bonjour, je suis Margaretha de Duvenvoorde, dite de Wasnaer. J'ai vécu de 1593 à 1660. J'aimerais vous raconter quelque chose sur ma vie. Je veux vous présenter mon album de Liber Amicorum. Je vous lis maintenant une partie d'une chanson qui se compose de dix couplets. Le premier et le dernier couplet. Les indifférents de la cour. Que monsieur change de pays. Que ses dessins soient trahis. Qu'il ait congédié sa suite. Qu'il n'ait plus ami, ni parent. Siphilie souffre ma visite. Cela m'est fort indifférent. Maintenant, le dernier vers dans lequel le noble de Cachopin de Laredo écrit que surtout mon innocence ne le laisse pas indifférent. Contrairement aux autres sujets, décrit ci-dessus dans chaque vers. Amour tes plus douces paroles. Et tes obois sont des pistoles. Là où ce soleil reluit. On voit trembler les pucelages. Comme durant les grands orages. Les arts tremblent jour et nuit. J'espère que vous avez trouvé la chanson intéressante. C'était Égidius Langen de Hounsbrook qui avait aussi mon album, comme celui de Clara Van Beers, en sa possession comme un joyau et l'admirait. La reine de France telle qu'elle est dessinée dans mon album. Au revoir. Tot zover over het boekwerkje van Slangen en de Vriendenalbums. Het boekwerkje van Slangen kunt u op internet vinden. In de literatuur over Egidius vindt u er jammer genoeg niets over. We krijgen slangen zo toch van een interessante kant te zien. De twee vriendenalbums van Clara en Margaretha zijn nu in de Koninklijke bibliotheek in Den Haag. Ook op internet zijn hiervan gedeeltes te vinden. In dit boek, De Vierenachtegaal, het Nederlands lied in de middeleeuwen, wordt over het album van Clara van Beers geschreven. Ik wil u bedanken voor uw aandacht en hoop u nog eens te ontmoeten op ons kasteel. U weet nu waar ik overdag ben. Als u goed kijkt ziet u net nog een dochter van de Blauwe Dame voorbij lopen. Tot ziens! Ik wil hierbij Anna Maria Elisabeth en de twee andere schone dames bedanken voor de moeite die ze zich getroost hebben om aandacht te besteden aan de vriendenalbums. Als ik de middelen van de tegenwoordige tijd had gehad, dan had ik het zeker anders gedaan. Mooi dat de albums bewaard zijn in Den Haag. Ik kom nog wel eens op het kasteel en zie dat het kasteel mooi bewaard is. Gelukkig kan men er nu ook wat drinken. Ik zit vaker, wel bij mooi weer, op de binnenplaats bij een heerlijke kop koffie. Wellicht ontmoet ik u daar eens. Tot ziens.